Ik stel voor dat we eens gaan luisteren naar Julio Velázquez, de trainer van Fortuna Sittard. Gisteren natuurlijk gewonnen van Vitesse thuis. Hele belangrijke punten. En ja, Fortuna is zo goed als veilig, maar toch als je de wiskunde erbij pakt, dan eigenlijk niet. Normally. If you analyze the league, if you analyze the classification, if you analyze the different matches, normally with these 7 points is sufficient. Yeah. But the reality, the numbers no say this, the mathematics no say this, because lack 9 points and we have 7 points respect the third last position. Yeah. For this reason, safety is not 100%, but today is an incredible day to get the objective. Nou, dus veilig. Ja, dat kan niet meer mis. Nee, ja, technisch gezien heeft hij natuurlijk gelijk, maar dan ga je niet 4 ploegen of 10 nog inhalen en alle wedstrijden winnen. Dus, nee, precies, want je zit in de stand. Het gat is 7 punten, maar er zitten gewoon 1, 2, 3, 4 ploegen eigenlijk nog onder. En het doelsaldo is beter, dus eigenlijk zijn het 8 punten. Ja. Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Dus Fortuna is eigenlijk verzekerd van nog een jaar in de Eredivisie. Dus, ja. Missie geslaagd, kun je zeggen. Missie geslaagd, ja. Op tijd ook, of heeft het lang geduurd? Nou ja, het had natuurlijk, denk ik, iedereen had wel verwacht dat het iets eerder zou gebeuren. Maar goed, eerst 6 wedstrijden, 1 punt. En de taak van Vlaskas was hoofd Fortuna in de Eredivisie. Dus nou, dat kan hij zich bijschrijven. Voetbal, denk ik, was niet altijd even goed. Volgens mij wel iets anders zijn. Nee, het was gewoon niet al te goed. Laten we daar duidelijk over zijn. En er is heel veel randzaken om het seizoen heen. Dus eigenlijk denk ik voor Fortuna al met alles op een rij zet een seizoen om snel te vergeten. Maar voor hem niet eens heel onsuccesvol. Dus, ja, kijk, je kunt ook als je wat meer afstand neemt, dan staat Fortuna nu 12. Dan hebben ze een prima seizoen gehad. Zeker. Die werd voor einde veilig. Ja, precies. Ja. Ja. Oh, ja, en ook 12e, niet dat ze 15e worden of zo, hè? En maar ook denk dat de verdere ontwikkeling van de club, als je toch ziet, zeg maar, ik ben een paar wedstrijden geweest dit seizoen. In die businessclub is het echt goed druk bij thuiswedstrijden. Ja. Rondom het stadion is er toch, als je 2, 3 jaar geleden kijkt en vandaag de dag, is er heel wat ontwikkeling gekomen. Dus in totaliteit is Fortuna echt gegroeid en beter geworden. Mm. En ja, natuurlijk had je liever al de 6, 7 wedstrijden geleden veilig geweest. Maar ja, wat jij zegt, terecht, Velázquez heeft zijn missie volbracht. Ja. En nu is het denk ik weer opnieuw beginnen, denk ik ook. Want ik denk tenminste niet dat ze verder gaan met hem, dat je een nieuwe trainer moet gaan halen. Maar dit seizoen willen ze gewoon niet nog een keer. Zo'n seizoen als dit, dat willen ze echt niet meer. Nee. Het is gewoon tijd dat er rust in de tent komt, wat je zegt. Maar met name wat willen ze dan niet meer? Is het de randzaken. Optelsom eigenlijk van dingen. Precies, al die incidenten met hem als trainer, maar ook de soaps die er geweest zijn met Yilmaz. De ontslag van Ulte in het begin van het seizoen. Het is gewoon geen moment rustig geweest. En uiteindelijk leidt dat natuurlijk wel af van waar het echt om gaat. En als je ook nieuwe mensen straks wil overtuigen om naar Fortuna te komen, dan heb je het natuurlijk... Ja, je imago heeft ook een bepaalde deuk gekregen afgelopen jaar, wat je er ook van vindt. Maar wat wordt het verhaal van Fortuna nu voor een potentiële nieuwe trainer? Omdat je toch op de achtergrond spelen wel dingen waarvan we niet precies weten van... Ja, wat hangt er nou boven de markt met Principion en Azerion? En dat is best ingewikkeld. Onderzoeken die er lopen. Dus zit dat nog in de weg bij de keuze van een nieuwe trainer om voor Fortuna te kiezen? Zolang als dat niet duidelijk is, zit dat in de weg. Ja. En ik denk dat het moment dat de club daar duidelijkheid over kan geven, dan komt dat naar buiten. En dan pas kun je denk ik vooruit gaan kijken. Ja. En stel dat dat nog een half jaar of een jaar zou duren, die onzekerheid, dan ga je weer zo'n seizoen tegemoet als dit. Maar geldt dat ook voor spelers of geldt dat alleen voor de trainer eigenlijk? Ik denk dat het vooral ook voor spelers geldt. Want ja, duidelijkheid over dat vraagteken geeft ook duidelijkheid over financiën en hoe je vervolgens het seizoen in kunt gaan. En die is er nu niet. Welke kwaliteit kun je ook halen dan, bijvoorbeeld in de zomer? Dat hangt allemaal mee samen. Dus het wordt voor Fortuna echt tijd dat daar snel duidelijkheid over komt. Want dan kun je pas echt vooruit, dan kun je pas echt bouwen. Ja, dat klopt. Dus het is eigenlijk een soort... Ja, dat houdt elkaar een beetje in de wurggreep. Ja. Je wil heel graag vooruit als club. Robert zegt, er zijn goede stappen gezet. Je wil die volgende stap maken. Maar op de achtergrond speelt, als er geen geld bij komt, ja, dan blijf je toch natuurlijk beperkt in je mogelijkheden. Dat is gewoon zo. Want Fortuna is niet een club die zomaar kan groeien naar een begroting die rond de 6, 7, 8e plek van de Eredivisie zit. Dat is er gewoon niet op dit moment. Nee. Dus, ja, is echt afwachten. Echt afwachten.